vandaag lekker vissen vanuit de boot met verticaal stokjes. Ja, hangen. Oh. Ja, mooie beuk op de hengel. Het is dus toch een kwestie van echt scherp blijven vissen. Voel je één tikje, gelijk die haak zetten. Ja, hangen. Mooie aanbeet. Leuk visie. Lekker hoor. Oh, dat is een mooie zee. Zo, halleluja. Ja, dit is echt een mooie, Ruud. Hoe diep wil je hem hebben? Ik sta aan de Oude Maas in Zwijndrecht. Vandaag lekker vissen vanuit de boot met verticaal stokjes. Ik heb afgesproken met oud-vismaat Ruud van Gent. Echt een fanatieke sportvisser, net als ik. Dus we gaan er een mooie dag van maken. Pak het kopje even. Ja, ik vis gewoon met een shirtje, verticalend onder de boot. En dan echt lekker klein met tikjes binnenvissen over de steenstort. Ruud gaat even met een Carolina-rig aan de slag. Ja, hij kan lekker werpend vissen en het voordeel is dat je shed echt achter zo'n loodje hangt. En die vibreert dan prachtig onder water, meer bewegingsvrijheid. En die gaat even werpend proberen wat dat doet. Hangen jongens. Ah, het is niet groot, maar toch een snoekbaarsie. Kijk, daar is die. Kijk, mooi visie. Het is niet groot jongens, maar komen nog wel vandaag. Uit een goed hart. Ja, mooi gezond visje. Ja, die zilveren flanken zijn natuurlijk geweldig. Nou, mooie stekels erop. Echte rovertjes, je ziet die Graaf Dracula, laten we maar zeggen. Tanden staan ook iets naar binnen, dus als hij zijn prooi pakt, dan laat hij ook echt niet meer los. Nou, hij mag weer zwemmen en zijn vriendjes halen. Hoppakee. Je ziet hem als je met een plonsje teruggooit, echt als een jekko weer terug naar die bodem. En ze krijgen even een schrikmomentje en dan doen ze het wel weer hoor. Top. Ga ik weer zakken. Ja, bij dat verticale maak je eigenlijk een echte minimale beweging met je pols. Je ziet ook, ik heb die hengel in een pistoolgreep, zoals ze dat noemen. En het is echt een kwestie van heel lichtjes optikken van de bodem en eigenlijk weer heel langzaam terug laten zakken. En vaak in dat zinkmoment, dan denkt die snoekbaars bam en dan krijg je een aanbeet. Dus echt een tik op je top. En dan is het een kwestie van de haak gelijk zetten, want anders heb je hem gemist. En, ja, dan is je kans verkeken. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, dat vinden wij niet geinig. Ja, hangen. Kijk. Lekker van Gent. Op de rik. Ja, 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 ja. Ah, mooi snoepbaarsie. Ah, het is niet super groot, maar... Hij mag er zijn. Kijk eens. Een kleine rakker. Lachen, Ruud. Staat erop. Op naar de volgende. Yes. Ja, hij gaat terug. In zijn, ja. Hoppa. Hoppa. Nou, dit is Dordrecht als het goed is. De brug bij Dordrecht, ja. Ja. Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Nou, met de vangsten gaat het gelukkig iets beter. Ja, dat verticale is eigenlijk heel eenvoudig, jongens. Gewoon een verticaal stokje. Meestal 1,80 meter zo. Want anders loop je te klungelen in de boot. Ook een heel licht molentje. 1000 formaatje is genoeg. Altijd een gevlochten lijntje. Want dan voel je de bodemstructuur goed. En de aanbeten komen gewoon veel beter door. Dan een onderlijntje fluorcarbon. En eigenlijk een shedje. En that's it. Het enige nadeel van verticale is dat je wel een boot nodig hebt. Nou heb ik geen boot, daar heb ik geen geld voor. Maar gelukkig ken ik die man daarachter, Ruud Tutuut, mijn oude vismaat. En Ruud van Gent, die komt mij regelmatig oppikken en dan stappen we samen in de boot. Nou, naast een hoop vis ook een hoop gezelligheid en lol. Dus ja, dat maakt het nog mooier, dat vis. Ja hoor. Ja. Oeh. Ja, maar je ziet, er liggen een hele stel op elkaar nu. Ja. Ja, ja, je ziet we gaan naar een diepere rand, maar kijk, ze liggen gewoon opgestapeld. Oké, gaan we.
Ik ook volgens mij. Fuck. Wat is dat, een gat in de lucht. Weer een gat in de lucht. Moet je toch weer krijgen door, hè? Als de bodem. Je zou er bijna een tennisarm van krijgen. Ja, nog ja, nu wel. Ja, hè? Ja. Zie je, het zijn gewoon aanbeten, hè? Maar je moet hem gelijk een peun verkopen. Ja, als je hem geen klapverkopersbekroon geeft, dan... Weer een mooie aanbeet. En nu eindelijk wel raak. Dus daar is hij, hoor. Hoppakee. Kijk, we driften de kel weer in. En precies op het riggeltje. Nou, twee keer slaan we een gat in de lucht. Ja. En ik voel weer een aanbeet. En ik sla aan en dit keer wel raak. Ik ben er blij mee. Geen grote vis, maar... Hoppakee. Ja hoor, move. Oeh, missen. Ja, hangen. Oh. Ja, mooie beuk op de hengel. En het lijkt een iets grotere vis te zijn. Kijk. Dat is een mooie. Oh, ja. Dat is een mooie. Mooi, Ties. Even erbij, hoor. Dat is een betere. Oh, hij gaat zelfs nog even, joh. Ja. Kijk. Hij gaat zelfs nog even. Oh. Oeh. Catch and release. Nee. Ja, it's gone. Nee, joh. Ja. Je moet ook spanning op die lijn. Ja, had ik. Hij hing met één enkel dreggie. Ja. Eén enkel dreggie in het lipje nog. Ja, ah, wel een mooie vis. Nou, auto-release, jongens. Bij de boot. En hij hangt alleen met het... Echt met het laatste dregje in een velletje en los. Maar ik heb hem gevoeld. Nou, we zijn inmiddels in Puttershoek aangekomen. Dus nieuw stekje weer. Wat is de diepte, Ruud? We zitten nu op 8 meter. We gaan tussen de 8 en de 5 meter vissen. Mooi. Beetje taluut af. Ja. Kijk of de vis ligt. Gaat hij weer? Mag hij weer zwemmen? Huppakee. De rubbers overboord. Hoppa. Zwemmen. Ja, dat verticale, dat lijkt heel erg simpel. Je maakt continu dezelfde beweging in principe. Je laat het checkje net boven de bodem dansen. Maar als je na een paar visloze uurtjes of een visloos uurtje, verslap je aandacht wel eens een beetje. En juist dan komt vaak die aanbeet. Maar je moet zo scherp en alert blijven, want je moet gelijk die haak kunnen zetten op het moment dat je maar een tik voelt. En soms vangen ze hem alleen maar op en voel je nauwelijks wat. Maar ja, het is dus toch een kwestie van echt scherp blijven vissen. Al vang je een uurtje niks, gewoon echt alert blijven en voel je één tikje, gelijk die haak zetten. En zorgen dat je die vis binnenhaalt natuurlijk. Ja, hangen, mooie aanbeet. Leuk visje. Zo. Lekker hoor. Oh, dit is een mooie zeg. Zo, halleluja. Ja, dit is echt een mooie. Ruud, kom me even assisteren alsjeblieft. Ja, dit is een mooie vis. Kijk, hij... Hou strak. Ja, hij gaat ook. Zie je? Hij wil nog wel even sporten hoor. Mooie vis hoor. Ja. Oeh, als een velletje zeg. Kijk. Ja, lekker Ruud. Hou vast. Woe. Nou, hè? Okay. Nou, ineens toch een mooie aanbeet. Nou, eigenlijk ving hij hem meer op. En toch een leuke drill. Hij ging nog even lekker naar beneden. Dook de diepte in. Toch een mooi formaat snoekbaars. De dikste van vandaag, Ruud? Ja, zeker. Hij kan weer terug. Yes, hij gaat weer zwemmen. Tik hem aan, ouwe. Hey. Lekker hoor.